Hey jij, welkom bij een nieuwe video. Het is de EK-show van Bahardo. Ja, yo, wat up gasten en welkom bij deze nieuwe video over het EK. Vandaag spelen we tegen Duitsland, maar eerst heel even terug naar Denemarken. Want we hebben verloren met 1-0. En misschien één tip voor alle spelers van Oranje: ga iets minder doen aan commercials. Ze komen overal langs en in elke reclamespot zijn ze op tv en toch verliezen ze. Hou dan op met reclames en ga godverdomme meer trainen. De afgelopen wedstrijd lukte het gewoon niet om te scoren. Ze zeggen dat het misverstanden waren, foutjes, etc. En ik maak ook wel eens een foutje. Oké, jongens, jullie moesten pompen en ik heb de pomp bij me. Bedoelen jullie geen penispomp? Jullie bedoelen een voetbalpompje. Ik dacht deze, het is één misverstand. Ik heb een kleine piemel. Maar er is ook goed nieuws voor alle vrouwelijke kijkers. Want ga maar na, als je Robin van Persie als vriendje hebt, dan mist hij je altijd. Hoe goed is dat? Jammer genoeg voor hem mikte hij telkens een beetje ernaast. En zou ik juist vertellen wat er gebeurt als ik hem een beetje naast mik? Oké, ben je er klaar voor? Ik beloof je, het doet geen pijn. Oké, ik ben er klaar voor. Oké, hier gaat hij dan. Hij zit erin. Bardo? Ja? Hij zit in het verkeerde gaatje. Oh, ja. Hij was wel bijna raak. Natuurlijk denk jij nu bij jezelf. Oh Bardo, dan ga je in het verkeerde gaatje. Dat is best wel gay. Nee, dit is gay. Jongens, we gaan voetballen. Eventjes de hemdjes wisselen. Kom op, de shirtjes uit. Kom. Het zou heel ongemakkelijk zijn als dat je overkomt. Maar het stereotype van de homo's is er nog altijd. Het stereotype is namelijk dat homo's geen sport kijken. En ik denk dat ik de manier heb gevonden waardoor homo's wel graag naar voetbal willen kijken. Arjen Robben is aan de bal. Hij ziet het gapende gat achter de Duitse keeper en hij wil dat gat opvullen met heel veel passie. Robben heeft de bal en hij mikt hem dwars door het gat van de Duitse keeper en het is een goal. Robben heeft het zwarte gat van de Duitse keeper opgevuld. Het gat van de Duitse keeper is helemaal gevuld. Nederland wordt gek. En natuurlijk, vanaf de homo's is het een klein ezelsbruggetje naar de Duitsers. Want iedereen weet wat een Duitser doet als die het WK heeft gewonnen, toch? Ja, dan doet hij zijn PlayStation uit, gaat hij slapen. Duitsland is misschien wel het sterkste team op dit EK. Alleen in de eerste wedstrijd vielen ze nog wel tegen. Alleen ik kan wel moeilijk lopen doen, maar ik kan nog niet eens een meisje scoren. Deed het pijn? Wat? Toen ik uit de hemel viel? Nee, toen je spiegel brak. In ieder geval, want daar de palen hebben ook rechten, weet je wel. Valt me op dat iedereen een hekel heeft aan de Duitsers en iedereen wil die Duitsers dood hebben. Alleen we kunnen ze toch ook een beetje helpen. Hey gek, haal je vingers bij het stopcontact weg, dan ga je dood. Kon het zien als wiederholen voor meer. Ja, aber natuurlijk, dat moest het zien doen met zwaaihanden. Zwaai. Ah, dankeschön. Ik vind het heel ironisch als ik een video maak over Turken, Marokkanen, Polen of wat dan ook, dan ben ik een racist. En als ik het doe over Duitsers, dan word ik toegejuicht. Even snel tussendoor trouwens, kijk even naar dit plaatje. Op dit plaatje zie je een paar spelers van het Duitse elftal en ze komen allemaal uit een ander land. We spelen vandaag niet tegen Duitsland, we spelen tegen 5 verschillende landen. Vrijwel iedereen denkt dat Duitsland gaat winnen van ons. Dus dan zit er nog maar één ding op en dat is bidden. Lieve God. Je weet dat Michael Jackson mijn favoriete zanger was. Amy Winehouse mijn favoriete zangeres. En ja, Patrick Swayze was gewoon mijn favoriete acteur. En ik hoop dat je weet dat die Mannschaft mijn favoriete voetbalelftal is. Amen. En als het bidden niet werkt, kan ik je vertellen. Wij hebben een speciale techniek waardoor Nederland toch gaat winnen. Kijk maar even. En daarmee is alles gezegd voor deze EK-show. Ik ga vandaag een paar van deze kussens verloten. Inderdaad, dit zijn Trollfaces, 9gag, Reddit, hoe je het ook noemt. Dit zijn van die dingen. Namens Woodrush.com, dat is een Duits bedrijf, mag ik hier een paar van gaan verloten. Bovenaan in de beschrijving vind je een linkje naar een website. En als jij wint, mag je zelf een kussen uitkiezen uit de catalogus. Dus ga alsjeblieft... Als de video weer naar die website toe en kies alvast je prijs. En laat in de reacties hier beneden weten wat Nederland-Portugal gaat worden. De winnaars van de vorige prijsvraag staan nu daar in beeld. Hun hadden een groen duimpje gegeven, deze video toegevoegd aan de favorieten en waren geabonneerd op mij. En met die magische combinatie maak jij dus kans op ook zo'n Mooters-kussen. En daarmee is eigenlijk alles gezegd voor vandaag. Bedankt voor het groene duimpje en het abonneren op mij hierboven. En gasten, dan check ik jullie later.